Nee! Nee! Dan ben je ook zo woest, Mike. Ah. Ik ga binnen, jongen. Ik gok dat Dennis op zijn muil gaat. Ja, ik denk dat Dennis op zijn muil gaat. En dat Spike hem uiteindelijk wint. Ja, ik denk Dennis. Ik denk Spike. Dennis. Ik denk Spike. Hij ging bier brengen naar mij, volgens mij. Dag Lee, jongen. Hey. Hoe is het? Oh, die oude, take the best. Hey. Kijk hoor, ik voel het wel een beetje alsof ik weer thuis kom. Zo tof wel. Ja, dit was de beginlieder. Oei. Ik was er helemaal niet geboren. Zo begon exact 25 jaar geleden de allereerste uitzending van TV West. En die eerste uitzending begint gelijk goed. Welkom bij deze eerste uitzending van TV West. De allereerste uitzending was op een zaterdag. En toen was er 's morgens was er een brand. Maar... Er was een brand in Duinrel. Oh, oké. Okay. En dat was natuurlijk vreselijk, maar wij dachten, oh jongens, er is nieuws. We hebben een mooi... Oh, wat erg. Ja, dit zijn journalisten. En een brand. En een brand is natuurlijk voor televisie fantastisch. Ja, ja, ik heb van Duinrel al begrepen dat personeel bezig was met het voorbereiden van het ontbijt. En dat kennelijk daar iets fout gegaan is met het neerzetten van de kaarsen. Kijk. Hier, kijk eens, van een fik. Hey, niet te geloven. Ja. Mooier kan je niet hebben. Gelijk je bestaansrecht even dus, neergelegd. Ik had bijna nog gedacht dat iemand dat aangestoken had voor de eerste uitzending. Maar dat is gelukkig nooit bewezen. Maar er gebeurde nog veel meer in die eerste jaren. Hé, hey, ja. Oh, ja. Clinton. Clinton was geweldig. Oh ja, hoe heet ze ook weer in Paard? Hoe heet die band ook weer? Zes leden van een Turks gezin kwamen om bij een brand. Ja. En dat maakte in de weken die volgden veel emoties en ook spanningen los. Er was heel veel onrust in de stad, want men dacht het is een terrorist of een racistische aanslag. Het was denk ik wel de eerste keer dat we met zoiets ingrijpends te maken kregen. Waar je heel erg, en was natuurlijk nog steeds heel erg actueel in de journalistiek. In hoeverre ga je nou mee met frames die mensen daar op willen plakken omdat ze daar een belang bij hebben. Nou, ja. En die discussies hebben we toen ook gehad, kan ik me herinneren. Dat we zeiden, jongens, laten we pas op dat we niet er al van uitgaan dat het dus wel een racistische aanslag of überhaupt een aanslag is. Begin juni bekend een neef van vader Keuzedag de aanslag te hebben gepleegd. Uit wraak over kwaadsprekerij van zijn oom. En heb je de koningin vandaag gezien? Ben ik dat? Ja, Alice, dat ben jij. Ja. En heb je naar haar gezwaaid? Wat heb je gezegd? Ja. De maatje van Wegen van TV West. Kinderen interviewen, hè? Even kinderen interviewen is het moeilijkste wat er is. Zeker. Hè? Echt waar, want die geven zich alleen maar ja en nee. Wat is de bedoeling dan? Ondertussen in de visagie. Het is wel echt uitzonderlijk dat je hierbij mag zijn, hè? Hey, sorry. Oh, jongens. Ja, nee, dat moet morgen wat gebeuren. Ik heb het thuis al opgemaakt. Nou ja, ik heb er vroeger nooit echt op gelet. Ben je al klaar, Justine? Ja, ik moet nog even naar de make-up, hè? Nee, ik ben nog... Ja. Oh. Oh, gat maak ik gozer, niet normaal. Wij hadden geen schmink in die tijd. Kijk, als je op tv komt, dan word je opgemaakt, anders zie je er niet uit. Het is wel een gedoe allemaal. En die kleding, en die make-up. En dat haar, elke keer naar de kapper, oh man. Dus nee. We hadden make-up.
Maar dat moest ik zelf doen, want er was geen geld om je te laten schminken door iemand die daarvoor geleerd had, zullen we maar zeggen. Dus als Deetman dan te gast was, die was wel eens te gast, dan zei Hugo Schneijbers, de hoofdrecteur, ja, dan moet jij Deetman maar een beetje opmaken. Dus moet je je voorstellen, ben je journalist, komt de burgemeester van Den Haag, komt bij jou in de uitzending iets vertellen. Je houdt graag je onafhankelijkheid en je afstand. Precies, je moet afstand houden, maar dan moet je, hem gaan schminken. Ja, dus dan zei ik, meneer Deetman, als u even mee wilt lopen, dan maak ik u even op. En dan zag je die man en kijken, wat een amateurs. En dat dacht ik zelf ook, hè. Want dat kon eigenlijk helemaal niet. Dus dan stond ik met die poederkwast. En dan dacht ik, ja, ik kan nog geen vraag stellen, want anders verschiet ik mijn kruid. Dus dat deed je dan niet. Nou, heel snel poederen. En dan mezelf poederen. En dan liepen we samen naar die studio. En dat was op een gegeven moment, had iedereen toch wel door, dat het handig zou zijn dat er een visagiste kwam die ons ging opmaken. Nou, dat was wel enorme winst. Ja. TV West had ook aandacht voor aanstormend muzikaal talent. Bijvoorbeeld de artiesten van Amber Music in het programma Tis Wat. Ik heb bijvoorbeeld ook hele bekende artiesten. Nu op dit moment, dat is Rob. Want met Bianca aan hun zijde gaan ze er wel komen. Hele goede avond allemaal. Als je daar het leest. Ja, ik zou zeggen, Piet, ga maar om. We hebben vanavond te maken met Richard, die zich als artiest noemt Ritchie. En ben je soms niet een goed gezind? Denk aan de heerlijk. Nou, we hebben op dit moment te maken met een C-artiest. En we hopen natuurlijk als Amber Music zijn dat hij misschien een B-artiest wordt. Maar daar moet hij wel keihard aan werken. Manager Bianca blijft in Ritchie geloven. Als hij zo doorzet, na een jaar, heeft hij nog wel even tijd nodig. Veel optreden kost het altijd. Maar dan, nou ja, wie weet. Maar vaak moet je van de kritiek jij helemaal niks aantrekken. Want je weet zelf altijd wel beter wat je kan dan wat je niet kan. Ik weet niet of hij uiteindelijk een B-artiest is geworden. Ritchie, ik hoop dat het goed begint met je gaat, jongen. Scheid in de kritiek, hebben wij ook al gedaan. Moet je kijken waar we nu staan. Weer bij TV West. Dennis Wening was een van de presentatoren van het programma Westpop. Het programma begon eind jaren 90 en stond onder andere aan de wieg van het succes van de Haagse zangeres Anouk. It's too bad. Elke keer Koninginnedag gedaan. En ik zou er ook niet aan moeten denken dat ik er niet zou staan. Dus ook al zou ik op het kleinste podium staan, dat zou ik nog doen. Nee, is gewoon te gek. Maar nu vanavond ben je eigenlijk toch de uitsmijter, hè? Dat is helemaal geen klein podium. Nee, daar heb je wel gelijk in. Dit is ook best wel spannend. Het wordt de nieuwe muziekstad anno 2000 Den Haag. Hearing, Anouk, Jullie de Kid, you name him. Hallo, dit is Westpop, een programma met daarin de allerbeste bands uit de regio. Je ziet iedere week een top 5 en jij bepaalt zelf welke band de volgende week op nummer 1 staat. Hey! Oh, Nick! Woehoe! De OG, jongens, de OG is hier in de house. Was jij nou de allereerste die Westpop presenteerde? Ja. En je had ook Paolo Dondek? Ja, die kwam na mij. En maar jij, hoe en kwam jij volgens mij kwam dan, jij na Paula. Na Paula, volgens mij. Scheveningen, zee, strand, de haven en suburbs. Ik vind dit wel mooi, joh. Echt van die oude clips, dat die TV best. Die maakten we zelf, hè? Ja, dat was ook helemaal niet te zien. Dan rende ik met een hele grote bandrecorder nog. Dan rende ik achter de band aan. Dit is een absoluut primeur. Twee leden van de band Kane. En je hebt net een stukje gehoord van de nieuwe single. En die komt... Dennis, wanneer komt die uit? Mag ik even mijn solo afmaken? Jullie hebben terecht ingeschakeld. Hi. Ik wou dat ik niet zo lelijk was. Ik wou dat ik niet zo'n mooie jongen was. Maar is hij wel zo snel, brutaal, grof, vrij, absurd en hilarisch? En wat heeft hij zelf in het feesten? En we kunnen dat hem vragen, want hij is hier cabaretier Jochem Meijer. Komt dat feesten, dat je iets met feesten hebt, komt dat uit je studententijd?
Ja, dat, nou ja, daarvoor eigenlijk ook wel. Ik heb er altijd van gehouden. Het is het leukste wat er is. Hans eet superleuk. Hey, hallo, we zijn er weer. Welkom bij Westpop. We hebben vandaag natuurlijk weer de zakkers en de schuivers in de Westpop top 10. Dat ik die auditie deed, dat was nog wel echt een heel gedoe. Want de toenmalige eindredacteur, die zag het niet zitten zo bij mij. Die wilde mij niet op beeld. Die vond mij veel te heftig. Echt waar? Maar even kijken bij hoeveel mensen ik in de armen kan springen. Nou, niet veel. Even, ja, even kijken. Let op, hè. Are you strong? Ja, wel redelijk. Met de ster. Ik was echt wel echt een bij de handje. Maar ik, nou, hoe verzon je dat allemaal dan? De plekken. Hey, dan mag ik jou in jouw tas kijken. Dat is de deal. Ja, ja, ja. Dus ik snapte ook wel aan de andere kant dat de overgang van jou, ja, Paulien Dondek, Hans, maar dan naar mij, dat best wel een redelijke overgang, ja, was. Ja, ja. Maar het was toch wel, ja, het was voor mij de grootste leerschool geweest. Dennis haalde wel meer gekke toeren uit, zoals tijdens een live uitzending van Koninginnennacht. Oké, okay, wie heeft er gedronken? Heb jij gedronken? Oké. Okay. Wil jij over de lijn lopen? Ja, wil ik wel. Oké, okay, kom op. Ik ben niet genoeg gedronken. Je hebt nog niet genoeg gedronken, man! En hij houdt een wedstrijdje bier serveren. Dennis Wening die ging in wedstrijd met Spikey van Direct, wie het eerst hier kon zijn. En het schijnt dat ze in aantocht zijn of onderweg. Toen was Koninginnennacht nog echt het grote feest van Den Haag. Waar gaan we heen? Hey, dat is Spike! Zijn de oliebollen? Dit is, nee, bier, denk ik. Wat is het? Ja, we moesten bier brengen ergens naartoe, geloof ik, zo. Hey, dat is Spike! Nee! Nee! Dan ben je ook zo moe, Spike! Ah. Ik ga binnen, jongen! Ik gok dat Dennis op zijn muil gaat. Ja, ik denk dat Dennis op zijn muil gaat. En dat Spike hem uiteindelijk wint. Ja, ik denk Dennis. Ik denk Spike. Dennis. Ik denk Spike. Hij ging bier brengen naar mij, volgens mij. Hey. Het bier binnen. Eindelijk. Oh, we zijn met z'n drieën, maar ja, lekker. Man, man, ik zit hier te praten. Doe mij er maar mee. Dit zijn biertjes zonder koolzuur, neem ik aan. Jeetje, jongen. Oh, ik krijg gewoon een bierdouche. Maar het ging net naast me ook, omdat ik toevallig net zelf een biertje pakte. Zeg je dat? In mijn herinnering was die echt vol in mijn gezicht. Heb ik gewonnen? Nee, je bent net te laat. Ik weet wel dat ik het wel expres deed met een bier zo. Sorry, Erik. Nogmaals, als je zit te kijken, jongen. Ja, die kan love dat wel hebben, respect. Toch? Die kan dat hebben. Ja, hij is wel een held. En toen liep er ineens een dame in een rechte lijn door de regio. The minute you walk in the joint. Goeiedag, uitgekozen, hè? Helemaal top. Hallo. Dag allemaal. We staan in Noordwijk op het strand. In Poeldijk vandaag. Nee, Naaldwijk. In Naaldwijk. Ik raak altijd een beetje de draad kwijt. Naaldwijk staan we op de Industrieweg. Hallo. Hallo. We zijn op de Industrieweg, hè? Ja. Is jouw idee geweest? Nee, Ron Vrezen. We trekken gewoon een lijn van A naar B. We gaan een nieuw programma doen en dan ga je een rechte lijn lopen. Dwars door huizen, over hekken en door sloten haalt Agnes alles uit de kast om in een rechte lijn het eindpunt te halen. Met onderweg bijzondere ontmoetingen. Wie dat bedoel ik nou? Jij bent toch die mevrouw van die prikkeldraad? Van die hekken, hè? Met die grote kont. Je krijgt een kleine? Ja. Ja. Jeetje. Ja, hier zo. Zo! Oh, dag mevrouw. Oh, nou, ik kan maar eens niet lopen. Oh, dan kom ik u even helpen. Ja, ik zit net naar u te kijken. Echt waar? Dat is een, ja, ja. Wat toevallig, hè? Ik vind het ook heel leuk dat ik bij u binnen mag komen. Ja, 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 natuurlijk. Ja. Nou, ik weet niet hoe ik het heb.
Nee? Het is een wonder. Want ik zit iedere dag eigenlijk te kijken. Nou, ik weet niet hoe ik het heb. Ja. Ik zag het direct aan uw gezicht. Ja, zag u me gelijk? Ja, leuk zeg. Volgens mij is dat een ideaal programma voor Agnes. Ik had zo'n rugzak, ja. Hup, rugzak op met allemaal spullen erin. En wij gingen gewoon lopen. Ik zat hoor. Even aanraken. Ja, maar voel je moet voelen. Ja, hè? Ja, voel me. Ja, ik heb je. Pas op, er zit paling. Ruizot. Dus je kwam ook hele trieste verhalen tegen, hè? Ja. Het was niet alleen maar Hosanna, hij Sanna. Nee. Dit is mijn dochtertje. Oh, oké. Want ik heb 3 kinderen. Ja. Twee zonen. En dit is mijn dochtertje, die is overleden in 1999. Joh. Ja, we hebben ook een heel mooi kapelletje gemaakt. Oh, bedrijf je dat zo? Ja, natuurlijk. En is ze gewoon in 1 keer doodgegaan? Ze was heel erg ziek. Ja. En ze lijkt op je, hè? Ja, klopt. Klopt. Heb je een man? Ik heb een man. Nee, en hoe is die? Is die lief ook voor je? Dat is een schat, maar die ligt in bad momenteel. Oh, nou, gaan we even kijken. Nee, je ruikt ook lekker, dat ruiken. Zo, hij ruikt goed. Ja, zeker. Ja. Zo, ik ben er klaar voor, zeg ik. Ja, daar moet je toch een beetje gek voor zijn. Kijk! 1, 2, 3. Maar het stomme is, kijk, dat zou ik bijvoorbeeld nu... Dan zou ik eerst kijken of het kan. Nee, kom op. Nee, maar hebben we niet gecheckt? Hebben we niet gecheckt? Nee. Dus wat zou het gehad als je in een potkachel of zo? Ja. Super populair. Van de Kaart is een heel populair programma geworden. Super regionaal ook. Onderweg kom je altijd verhalen tegen. Later vervolgde Jet Sol de lijn. In 2016 is ze in Nieuwkoop. Hoi. Ik denk dat jij Henk de Boer bent. Dat ben ik. Ja, je lijkt er heel veel op. Hoi, ik ben Jet. Goedemiddag. Wat leuk dat jullie eventjes de moeite nemen om Nieuwkoop op de kaart te zetten. Dat klopt, ja. En ik laat jullie even zien de jaren 50. Hoeveel tijd hebben we? Moeten we er snel doorheen? Of zeg je, nou, uurtje, klein uurtje, heel klein uurtje. De meneer en mevrouw die hebben een huis gekocht met de kinderen. Kom eens kijken, hoe ver is het met ons huis? Het paard staat rustig te wachten. De stucadoor is al bezig. De kinderen spelen in de krullen. Nou ja, dit is toch een prachtding. Nou, dat zien jullie wel. Allerlei profielschaafjes. Houtbewerking. Henk. Vertel. Heb je een zakdoekje? Ik moet een beetje huilen. Beetje huilen? Ja. Wat een lachen. Is dat Ja, dat zeg ik. Ik moet een beetje huilen. Nou, als je hier kan komen. We zijn nog geweest in het museum. We gaan zo naar het museum. Ik moet vertellen. Ja, ik heb wel een rode zakdoek. Dat ken je wel. Hè? Heb je die gesnoten, heb je die echt? Heb je die doen? Dat is al door. Maar even over alle zagen. Ja, natuurlijk. Die zijn om hout te zagen, ijzer te zagen, noem maar op. Echt jaren 50. Treed binnen. Oh. Nee jongens, ik geloof het niet. Dit is echt. En dit is het kleine museum, zegt hij dan? Het kleine museum. Niet te geloven. Ja. Wat heeft u een boel verzameld, zeg. Ja, niet te geloven. Maar waar liet je al deze spullen? Ja, in dozen, in zakken, in kisten. En je vrouw, die was daar blij mee? Nee, helemaal niet. Duidelijk. En we bleven niet alleen op de grond. We zochten het ook hoger op. Oh jongens, er zit de lucht in. Er zit de lucht in. Het was een idee wat we hadden, hoe mooi je van boven de regio kan zien. Ja. Gingen we in die ballon gingen we een interview doen. Ik heb het ook een keer gedaan met een of andere stuntvrouw, volgens mij ben ik toen in die ballon geweest. En toen zijn we bijna neergestort in de kassen bij Delft. Ook leuke televisie. Ja, dat was heel erg leuk. We komen nou wel heel erg laag, hè? We zitten daar met dat kassen, die kassen. We halen het niet aan. Uh-oh. We gaan nu wel heel dicht. Ja.
In de sloot? We gaan in de sloot landen. Ach, jeetje. Als we dat doen, dan maar spectaculair. De eerste jaren gingen niet helemaal zonder slag of stoot. Er was crisis bij TV West en de zender dreigde failliet te gaan. Het personeel nam het heft in eigen hand en ging actie voeren. Er is crisis bij TV West en het einde van de uitzendingen van deze regionale televisie is nabij. Oh my god. Het personeel besluit in ieder geval strijdend ten onder te gaan en op de zender wordt actie gevoerd. Het wordt een groot feest waarbij kijkers naar de studio komen om hun steun te betuigen terwijl buiten bands optreden. Dat was wel heel kicken. Suburbs waren. Ja. Maar dit was wel heel, tenminste ik vond dat heel kicken, dat we hadden dan ineens gingen we toch actie voeren, eerst niet. Ja. En ik voelde me echt zo'n soort, ja, zo'n soort hart in actie-achtig programma, want alles wat ik bel, iedereen deed mee. Ja. Ik belde naar het paard, hup, we hadden een bar, we kregen een backline, artiesten kwamen, dus dat was wel heel erg kicken. Wie maakt ons los, wordt vriend van TV West, hier in Delft kan het nu op de plek waar de vader des vaderlands is vermoord. Bij ons op de redactie staat nu Marnix Rup, alias de maker van Haagse Harry. Hij heeft een grote envelop bij hem. En wat zit daarin? Er zit een originele plaat van Haagse Harry uit deel 2 in. En die wou ik eveneens ter veiling aanbieden. En het mooie van die acties die we toen gevoerd hebben, vind ik nog steeds. Want wij maakten daar maar televisie en we hadden zoiets, ja, wat gebeurt er? Kijkt daar iemand naar? En toen werd door die acties die we voerden en de massale reacties die er van het publiek kwamen, werd ineens heel zichtbaar hoe belangrijk TV West was. Er komen zelfs mensen de studio binnen met steunbetuigingen. Kijk eventjes naar dit spandoek. Den Haag, boegprotest voor TV West. Olke, olke, remi, zolke, olke, olke, knol. Olke, olke, remi, zolke, olke, olke, knol. Wat wij kunnen doen als gemeente Den Haag, dat als er iets overbrugd zou moeten worden, als er tijdelijk wat geld gevonden zou moeten worden, er met ons te praten valt. Er komt een overbruggingskrediet waarmee TV West een maand lang kan blijven uitzenden. Pas op 1 april geven de aandeelhouders uitsluitsel en TV West is voorlopig gered. Per 1 januari 2000 wordt TV West een volledig publieke zender. En het heeft geholpen, dames en heren, we zijn er nog steeds. Ja. Ken je Lloyd nog, de duivenliefhebber uit Den Haag? Hij vertelde voor het eerst over zijn duivenliefde in 2012. Nou, de reden waarom ik duif heb is om de Haagse teelduivensport te beoefenen, het vangen van andermans duiven. Kijk, dan komt hij recht op ons af, komt hij recht op ons af, komt hij op ons af. Ja, hij komt op ons af. Gooi wij het grijze duifje zo, kijk. Kledda, kledda, kledda. Ja, spanning natuurlijk. Gaat hij wel mee? Gaat hij niet mee? Vang ik hem? Vang ik hem niet? Alles eigenlijk daarvan is de spanning. Kijk, daar komen ze. Nou komen ze mooi aan. Kijk, komt-ie. Kijk, dat is de vreemde. Nou zit hij bij de duif. Ja, we hebben hem. Hey, van wie die is, dat weet je niet. Hij kan van iedereen zijn geweest, maar hij is nou van mij.